Hi, Stier. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 22. Dat is van maandag 25 mei tot en met zondag 31 mei. Er staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor de Stier gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een week is waarin er misschien wel een bepaalde keuze van je verwacht wordt. Alleen het lijkt wat lastig voor je te zijn om de boel in evenwicht te houden. Ik heb wel het idee dat je bepaalde plannen hebt en dat je graag bepaalde dingen wil laten zien. Maar je lijkt het deze week een beetje terug te trekken voor gevoelsmatigheid. Het is absoluut een stuk waar je misschien nog niet helemaal over uit bent. En dan wil je het eigenlijk liever nog niet zeggen. Hè? Je wil eerst voor jezelf echt heel goed weten dat je ook een bepaalde kant op wil gaan. Of dat je misschien met een bepaald persoon een bepaalde kant op wil gaan. En daarbij laat je het eigenlijk gewoon een beetje gaan zoals het komt. En dat lijkt een stuk te zijn die niet per se heel erg goed voor je voelt. Omdat je er eigenlijk wat zou moeten onderzoeken, wat je moet gaan doen. En je laat het een beetje gaan en dan gebeurt er eigenlijk ineens iets wat voor jou dan buiten jou om gebeurt, terwijl je daar misschien zelf nog wel iets had over had willen zeggen of dat je er iets nog wel mee had willen doen. En dus ik zou ook zeggen van probeer voor jezelf ook heel goed te kijken wat jij als persoon wil en in welke situatie dat ook is. Dat maakt in principe niet zo heel veel uit, maar meer kijk naar de toekomstplannen zoals jij ze graag wil. En als je het niet weet, maak het in ieder geval wel vast bespreken. Zodat andere mensen ook weten dat je er in ieder geval mee bezig bent. Dit was alweer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.